Pieter Zwart, jongste hoofdredacteur van Nederland, de baas bij het oudste voetbalblad van Nederland, VI. Vandaag staan we hier in de FIFA 19 villa en we gaan een spelletje FIFA spelen. Denk je dat je dat kan, jongen? Ik kan het net zo slecht als jij, vermoed ik. Kun jij een beetje voetballen trouwens? Nee, nou, ook niet. Je als jong jongetje, dan wil je profvoetballer worden, maar ik had snel genoeg door. Mijn hoofd wil iets, maar mijn voeten willen dat niet en dat gaat hem niet worden. Dus toen dacht ik, dit wordt hem niet. En toen dacht ik, ik ben ook te slecht om trainer te worden. Dus toen ben ik eigenlijk, toen ik 15 was, ben ik al naast het veld gaan staan. En dan eindig je hier als je 25 bent. Als het eerst een beetje uitgelachen, want je komt uit Zwolle, wat moet dat gozertje, wat doet hij? En nu ben je hoofdredacteur geworden. Luisteren mensen naar Pieter Zwart op de redactie van VI? Oh ja, dat denk ik wel, ja. Ja, nee, ja, tuurlijk. Geef je ook commando, zeg je moet dat stukje schrijven? Dat is niet de manier waarop ik denk dat ik, omdat ik zelf wil ook niet op die manier werken. Hoe werkt het? Ja. Allereerst denk ik andersom. en als je de bal hebt, per ongeluk, dan is dit... Toetoon, hè? Dan word je hier meteen weggezet als een soort nerd, ja? Vierkantje, daar kun je een hoge voorzet mee geven. Moet je niet doen, is helemaal niet efficiënt. Blijkt uit de data. En dit... Het driehoekje, dat is voor de steekpaas. Dus dit is een soort Barcelona-knop. Ja, als je heel vaak achter elkaar intikt, dan speel je gewoon Barcelona voetbal met FC Emmen. Nou, je grote mond heeft hij. Ik ben Emmen. Jij bent Fortuna Sittard. Ja. Waarom hebben ze jou gekozen om hoofdredacteur te worden? Ja, dat denk ik te maken met wat we met VI Pro gedaan hebben. Ons digitale platform. Daar zijn we in anderhalf jaar tijd eigenlijk van 1500 naar nu bijna 7500 digitale abonnees gegaan. En dat ging wel dermate goed. En ook de samenwerking met anderen daarin ging dermate goed. Dat het een logisch idee was om te denken van misschien moeten we hem doorschuiven naar de hoofdredactie. Ja, grote criticast, Wimpy Kieft. Wat zei hij precies? Nou ja, ik had een item in het televisieprogramma Rondo en dat was anderhalf minuut en mij was gevraagd om daar iets uit te leggen. Dat hadden we heel snel gemonteerd en geknipt. Dus je kreeg anderhalf minuut, kreeg in één keer uitgelegd wat halfspaces zijn. Nou, jij kijkt nu waarschijnlijk halfspaces, geen idee wat dat is. Ja, nadat dat item was ingestart, ging ze naar de tafel en dan zat er Wim Kieft iets wat. Ja, dit is een standaard reactie van ja jongens, we slaan het op, we zijn weer bezig met z'n allen. Dus die maakt dat ook vrij expliciet. Maar wat vind je daarvan? Want Wim Kieft is natuurlijk een intelligente voetballer, toch? Ja, zeker. Die man heeft wel gegronde kritiek dan. Want jij doet een beetje alsof hij een soort van... Nou ja, het ging niet echt om de inhoud. Dus uiteindelijk, hij zei meer van ja, dit gaat te snel voor mij. Kijk, je hebt de aftrap. De aftrap was kruisje, hè? Te trappen. Nee! Ja, ongelooflijk. Nou. Je krijgt een vrije trap. Nee, dat was niet goed! Schiet! Oh joh! Jo! Er was een kans ook nog hier! Ja, Wim Kieft en de halfspaces, dat ging niet helemaal goed. Maar Peter Bos daarentegen, die vindt jou fantastisch. Wij schrijven bij VI Pro, ons digitale platform, altijd analyses van de tegenstanders waar Nederlandse clubs tegen spelen. En dan op die dag van de wedstrijd, dan publiceerden wij dat artikel. Dan gingen op een gegeven moment die spelers slapen. Dan gingen zij met de hele staf die VI Pro artikelen doorlezen. En welke wedstrijd was dat dan? Die Europa League waar ze uiteindelijk tot de finale reikte. Hij was op mijn boekpresentatie. En toen zei hij van, ik wil Pieter over 10 jaar in mijn staf hebben. Ja, dus je wordt wel trainer. Nee, want ik heb ook aan hem verteld dat er niet in zat. Ik liever bij Voetbal International aan de slag bleef. Denk jij dat het blad gemaakt kan worden zonder papier? Of het blad gemaakt kan worden zonder papier? Ja. Voorlopig niet. Kijk, we hebben nog bijna 15.000 abonnees op dat weekblad. Dus daar is een enorme markt nog voor. Ik denk dat je knettergek zou zijn als je er nu mee zou stoppen. Nou, gaan we even afmaken het potje. Kijk, ik wil maar proberen nog 1-1 te maken. Slotoffensief. Emmen, daar komen ze. Thuiswedstrijd. Oh, niet terugspelen, idioot. Vooruit. Dan moet vooruit. Ja! Ja! Afgelopen. 1-1. Ja, slechte. Het was een heel matig. Een heel matige wedstrijd. In de onderkant van de Eredivisie zitten. 1-1. Ja, we schudden ook.
slechte wedstrijd vind.